wij hebben bij onderzoeksmethodologie, bij communicatie, in jaar 2 een formatieve toets uitgezet met question mark perception. We hebben uit een database van ongeveer 200 vragen ad random uit verschillende topics vragen gesteld aan studenten. En gedurende de lesperiode hebben ze de gelegenheid gehad om deze toets te maken in voorbereiding op de summatieve toets die aan het eind van de lesperiode volgt. Ze mochten die tot maximaal 3 keer uitvoeren en het zijn kennisvragen geweest waarmee ze zich dus konden voorbereiden op de toets die uiteindelijk aan het eind van het blok werd gehouden. Het resultaat was tweeledig. 1, studenten hebben zich bezig gehouden met de stof. Dus ze zijn door het boek heen gegaan aan de hand van de kennisvragen die in de formatieve toets zijn gesteld. Hebben ze in ieder geval een stok achter de deur gehad om te kijken van of ze de stof beheersten. En dat was ook het tweede opbrengst. Ze konden voor zichzelf peilen waar sta ik op dit moment in de voorbereiding voor de uiteindelijke toets. Studenten waren daar heel enthousiast over. Het hielp ze om zich echt adequaat voor te bereiden voor die summatieve toets. Dat kregen we ook terug. Het was aanvankelijk wel eventjes de verwarring van hoe ga ik om zo voor te bereiden op zo'n toets. Maar studenten waren er allemaal heel tevreden over hoe het hun hielp om de uiteindelijke toets ook goed te maken. Sowieso heb je vaak binnen de eigen instelling wel de gelegenheid om gebruik te maken van digitale toetsomgeving. Wij maken zelf gebruik van question mark perception. Maar je kunt het ook gewoon in je elektronische leeromgeving doen. Blackboard, It's Learning, Canvas. Systemen hebben vaak wel een eigen omgeving om formatieve toets uit te zetten. Je kunt zelf je toetsenbank opbouwen en zelf precies opbouwen zoals je de vragen wil aanbieden aan studenten. Dus ga vooral zelf mee experimenteren. Ik bedoel, het is niet moeilijk. Het kost wel even tijd misschien om een vragenbank op te bouwen. Maar geef dat ook de tijd om dat in de loop van de jaren op te bouwen en verder uit te bouwen. Het levert in ieder geval de feedback op waar studenten echt behoefte aan hebben om inzicht te krijgen. Waar sta ik met mijn studie? En het kan ze ook stimuleren om daadwerkelijk aan de gang te gaan met de stof waar jij als docent behoefte aan hebt. Dat die studenten dat ook gaan oppakken.